Vandaag in de ministerraad van veel zaken gesproken. Ik wilde één ding uitlichten. Dat is het wetsvoorstel van staatssecretaris Steven, waarmee huwelijksdwang wordt tegengegaan. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat het in Nederland onmogelijk wordt voor minderjarigen om in het huwelijk te treden. Dat kan nu nog wel in sommige gevallen. Ook huwelijken tussen neef en nicht worden in principe verboden, omdat daarbij in te veel gevallen sprake is van dwang. En het wordt verder gemakkelijker om onder dwang gesloten huwelijken ook nietig te verklaren. Tenslotte worden de mogelijkheden om in het buitenland gesloten polygame huwelijken in Nederland te erkennen verder beperkt. Het in Nederland sluiten van een polygaam huwelijk is al verboden. En natuurlijk kan maximaal één echtgenote een verblijfsvergunning krijgen. En met deze maatregelen geeft het kabinet uitvoering aan afspraken in het gedoogakkoord tussen PVV, CDA en VVD op dit belangrijke punt. Gericht om ten aanzien van de migratie en veiligheid tot verdere stappen te komen. En dat betekent dus ook dat wie in Nederland woont zich aan de Nederlandse wetten en regels moet houden. Daar houden we met dit soort afspraken ook strak de hand aan.